Dit is Aanpakken. Een programma over de ins en outs van misschien wel de mooiste stad van Nederland, Rotterdam. Deze week gaat Sander de stad in om te zien of er een beetje goed gegeten kan worden in Rotterdam. Sterrenkok. Nou, sterrenkok. Ja, toch? Ja, een beetje. Brieven schrijven om een baan te vinden hoeft niet meer. Je maakt gewoon een filmpje. Ik ga kijken hoe dat werkt. Shit. Ik heb hem ook verkeerd omgezegd, de opleiding secretarieel meedoen. En in mijn 010 vertelt Howard Komproe waar hij zijn eerste stappen op het toneel zette. Vanaf dat moment wilde ik niks anders dan op een podium staan en mijn ding doen. Rotterdam wordt steeds culinairder. We hebben net weer twee sterrenrestaurants bij. En burgemeester Abu Talha wil dat we de culinaire hoofdstad van Nederland worden. Maar hoe oud-cuisine zijn we eigenlijk? Dat ga ik eens uitzoeken. Dudok voor de culinaire appeltaart. Pizzatje voor de Italiaan. Chinese fusion. En natuurlijk McDonald's, onvermijdelijk. Hoe is het gesteld met culinair Rotterdam? Redelijk goed, denk ik. Ja. Ik vind het eigenlijk best wel goed. Ja. Wat mag uit eten kosten, vinden jullie? Nou, als je met z'n tweeën bent, zo ergens tegen de 100 euro, dan kan wel een flesje wijn erbij. Dan ben je het snel kwijt. Dat mag voor mij niet veel kosten. Voor mij is het heel lang geleden dat ik geweest ben. Ja? Ja, hartstikke eerlijk. Vroeger ging ik wel vaker uit eten. Waarom ga je nu niet? Ja, ook crisis. Denk je dat ik er last van heb? Gaat u wel eens eten bij een sterrenrestaurant? Soms, ja. Ja, vroeger bij Plaswijk, maar die is er niet meer. Jammer, hè? En AC zijn we wel eens met Kes geweest, maar die doet het ook niet meer. Ik ga eens een kijkje nemen bij iemand die een grote bijdrage heeft geleverd aan het culinaire klimaat in Rotterdam. Gert. Hallo. Sterrenkok. Nou, sterrenkok. Ja, toch? Ja, een beetje. Maar zo voel ik me niet, hoor. Ik ben gewoon Gert. Nou, je komt vandaag even je glazen ingooien, hè? Ja, dat is goed. Laat me gezellig. Ik geef je even een buisje. Hoe kom ik? Via die ingang. Zo de keuken in. Okidoo. Lukt het een beetje? Ja, ik help wel even. Het is weer ongelooflijk. We hebben een open keuken, hè, dus we moeten er netjes uitzien. Hoe belangrijk is het nou dat je zo sterk bent? Ja, dat is natuurlijk is een bekroning. Als je natuurlijk een nieuwe zaak bent, hier aan een ster, en zeker in ons geval binnen een jaar. Ja, dat zijn heel veel mensen hebben zoiets van, jezus, binnen een jaar een ster. We willen wel eens even zien hoe die gasten dat doen. Ik denk, we gaan eens even schuimpjes maken voor Arnas. Het enige wat we doen is dit. En naar boven trekken. Gelukkig zijn ze. Proberen we. Nou, kijk, natuurtalent, ik heb al mijn huis. Ik wil inpakken. Ja. Hey, begin een tent hiernaast eigenlijk. Hey. Nou, wil Abu Talha, je wil dat Rotterdam de culinaire hoofdstad van Nederland wordt. Ja. Gaat het lukken? Ja, ik hoop het wel. Hoe meer mensen naar Rotterdam te komen, hoe beter het voor ons allemaal is. Is het nou veel beter geworden de afgelopen jaren? Nou, ik weet niet of het beter is geworden, maar ik denk wel dat het zich allemaal beter is gaan ontwikkelen. De smaak van de mensen is ook veranderd. Maar hoe bedoel je de smaak is veranderd? Nou, ook door de programma's op tv. Door Herman bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen die wisten niet wat je allemaal kan doen met vlees, vis, groenten. En doordat je al die kookprogramma's op tv hebt, verandert de smaak van de gemiddelde Nederlander. Vind ik. Upwaarts. Ja. In hoeverre hebben Herman de Blijker en Kees Helder daarin een rol gespeeld? Herman de Blijker heeft Rotterdam op de kaart gezet, culinair. En meneer Helder was natuurlijk de eerste 3-sterrenchef in Nederland. Nu gaan we een saus maken, dat is Madeira saus. En die moet nog afgemaakt worden met een beetje ingekookte room. Saus is het belangrijkste eigenlijk van een gerecht. Ja, stop, zomaar. Hey, waar onderscheidt Rotterdam zich nou van andere steden? Er is heel veel variatie. Ik bedoel, als je onze keuken neemt, die staat op zichzelf. Als je de keuken van Fred neemt, die staat op zichzelf. De Zettel is weer een andere keuken. François, Ivy is weer een hele andere keuken. Dus ja, dat trekt ontiegelijk veel mensen. En dat draagt bij, denk ik, aan de culinaire hoofdstad van Rotterdam. Hoe krijg je nou zo'n ster? Ze hebben bepaalde richtlijnen. Maar vroeger werd er bijvoorbeeld gezegd, je moet altijd zilver bestek hebben. Nou, dat hebben wij totaal niet. We hebben gewoon roestvrij staalbestek.
En we zijn helemaal niet overdreven luxe. Komen ze dan stiekem je zaak in? Ja. Of zeggen ze van, we Michelin, we mogen gewoon een tafel reserveren? Dan doen ze bijvoorbeeld van met Pietersen, kunnen we komen eten. En dan zeggen ze van, we zijn vanavond twee personen. En dan komen ze misschien alleen binnen, of misschien komen ze met z'n tweeën binnen. En misschien zit er nog een tafel. Je kent ze niet. Je hebt wel een vermoeden op een gegeven moment. Ja? Want ja, dan komt omdat je natuurlijk wat langer in het vak zit. Hey, ik heb er één gebroken. Is niet slecht, toch? Nou, vooruit. Ja, dankjewel. En volgens mij komen je gasten er zo aan. Ja. Ik denk dat we een beetje moeten doorwerken, of niet? Ja, we gaan even snel de banken leegmaken. Ja. En het afhandelen en dan gaan we koken. Is goed. Top. La donna è con me, è molto di più di una donna qualsiasi. Ze zitten allemaal te eten. Ik denk dat ik kan gelukkig wel. Ja. Wat mij betreft, rekening weer weg. Kan ik het op een cv zetten? Op zeker. Ik teken hem wel. Hey. Bedankt in ieder geval. Sterre kok. En het komt helemaal goed. Oké, okay. Goed hè. Dankjewel. Zo, ik heb een trek gekregen van al het koken. Zo, doen we een dubbele portie. In de stad wordt hard gewerkt aan de verkeersveiligheid. We hebben zelfs de modernste zebrapaden ter wereld. Maar hoe veilig vindt de Rotterdammer het verkeer in de stad? Verkeersveiligheid is wel een beetje chaos. In de stad is altijd heel druk met verkeer. Iedereen probeert te parkeren, maar dat lukt niet altijd. Ik vind Rotterdam wel verkeersveilig, omdat Rotterdam constant bezig is met innovatie. Het verkeersveiligheid van Rotterdam vind ik een grote chaos. Ik fiets altijd door Rotterdam en omgeving en vind ik echt gewoon nou een 9. Ik vind het heel leuk voor Rotterdam dat ze zijn verkozen als de stad met de veiligste zebrapaden. Maar daar ga ik persoonlijk niet in mee, omdat ik wel eens ben aangereden terwijl ik op het zebrapad stond. Ik vind dat zijn sommige mensen die misbruik van maken. Waar ze moeten 30 rijden, rijden ze veel te raar. Tjoep, waar kinderen spelen en zo. Dus dat vind ik gewoon onveilig. Die mensen moeten gewoon aangepakt worden en keihard. Rotterdam is een echte werkstad. Geen woorden, maar daden. Toch heeft deze stad ook te maken met werkeloosheid. Daarom is er voor Rotterdammers die op dit moment geen werk hebben een speciaal project waar je dus aan kan meedoen dat het vinden van een geschikte baan makkelijker kan maken. Roelien zit al een tijdje zonder werk en zij gaat vandaag meedoen. Hallo. Zo. Waarom die mooie nagels? Ik ben hard op zoek naar een baan, dus dan wil je er verzorgd uitzien. Ja. En vandaar dat ik nu ervoor gekozen heb om een keer nagels te laten zetten. Waarom heb je eigenlijk geen baan? Ik ben in 2007 in de ziektewet terechtgekomen. En dat is gekomen doordat ik een relatie had waar ik mishandeld werd. En ik heb in 2007 die jongen laten arresteren. En daardoor durfde ik de straat gewoon niet meer op. Ik was heel erg bang om hem tegen te komen. Ik heb 2 jaar heb ik binnen in huis gezeten. En me ziek gemeld. Na een jaar zei ik ook van, nou, ik wil nu weer werken. Het is nu klaar. Mm-hmm. En, maar ja, als jij niet alleen de straat op wil, durft, dan kan jij niet gaan werken. Dus, was het zo erg? Ja, het was zo erg. Ik ben gewoon in mijn hoofd, in mijn hersenen zo bang gemaakt dat ik echt vreesde voor mijn leven. En merk jij nou ook dat dat gat op je cv een probleem is? Ja, zeker. Dat merk ik heel erg. Omdat ook bij een uitzendbureau is het mij verteld van, ja, maar jij hebt 2 jaar niet gewerkt. Dus waarom zou een bedrijf jou nu willen aannemen? Je hebt een gat van 2 jaar. Ja, dat is gewoon een struikelblok voor een bedrijf om te zeggen van, nou, die nemen we niet aan omdat hij 2 jaar niet gewerkt heeft. En wat gaan we allemaal doen vandaag? Ik heb een hele spannende dag vandaag. Want ik ga een filmpje opnemen. Een sollicitatiefilmpje. Oké. Okay. En dan kan je dus jezelf promoten. Een soort cv online zetten. Echt een filmpje waarin je jezelf presenteert. Oké. Okay. En zegt wat voor soort werk je zoekt en wat je kan. En dan heb ik dus eigenlijk mijn online sollicitatieformulier. Alleen dan in beeldvorm. En is dat dan in plaats van een cv? Nou, het is dubbel, hè, want ik heb natuurlijk mijn cv staat op verschillende vacature-sites. Ja. Maar dit is natuurlijk het enige waar je echt beeld bij hebt. En hoe lang ben je nu al bezig op de normale manier te solliciteren? Met alleen cv? Vanaf 1 september. Okay. En al die tijd geen reacties? Nee, wel een aantal kennismakinggesprekken gehad, maar uiteindelijk toch afgewezen. Wat zou je voor werk willen gaan doen?
Ik ben op het moment op zoek naar een administratieve functie, omdat ik daar al de ervaring in heb. Nou, aan je looks kan het in ieder geval niet liggen. Nee, hè? Zeker niet. Nee. Kom, we gaan een filmpje maken. Oké. Okay. Om de hardnekkige werkeloosheid in Rotterdam de kop in te drukken, kan iedereen die dit jaar een bijstandsuitkering aanvraagt, meedoen aan See Me at Work. Het filmpje dat hier wordt gemaakt, moet eventuele vooroordelen bij de werkgever wegnemen. Naar verwachting zullen er dit jaar ongeveer 2000 mensen meedoen. Welkom bij See Me. We gaan vandaag een trainingsdag doen om jullie voor te bereiden, stap voor stap, op de opname van een See Me film. Dat doen we door te kijken naar wie jij bent, wat je kunt en misschien wel het belangrijkste wat je zoekt. Ja, dit is jouw podium. Precies. Oké, okay, Rudine, heb je het eerste stuk in je hoofd? Ja. Oké, okay, gaan we beginnen. Oké. Okay. Ja. Hallo, ik ben Roeline Verburg, ik ben 23 jaar. Ik heb de opleiding secretarieel medewerker gedaan. Shit. Ik heb hem ook verkeerd omgezegd, de opleiding secretarieel medewerker. Doe het zelfs ook nog een keertje, Roeline. Oké. Okay. En probeer dan ook, hetzelfde nog één keer de medium. En probeer ook dat je glimlach weer... Ja, ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Werkervaring heb ik op het gebied van verzekeringen en assurantiën. Ook heb ik bij een grote leasemaatschappij gewerkt. Met computers werken doe ik graag en zoals u ziet ben ik spontaan en leef met een lach. Zoekt u iemand voor de front of voor de back office? Neem contact met mij op. Zo. Nou, dat ging hartstikke goed, meid. Ja, zit erop. Echt. Ja. Je hebt het echt goed gedaan. Ja. Volgens mij gaat het helemaal goed komen met jouw baan. Ik hoop het, ik hoop het. Ja. Ik vond het heel erg leuk vandaag. Ja, ik ook. Dank je wel. Wederzijds. En succes nog, hè. Heel erg bedankt. Oké, tot ziens. Ik ga nog even een filmpje opnemen. Wie weet. In Mijn 010 vertelt Howard Komproe waarom het Zuidpleintheater voor hem een oude liefde is. Ik weet nog goed de allereerste keer dat ik het podium opkwam en die sensatie ervaarde van zo'n groep mensen die daar zit en die komen dan kijken naar wat jij hebt ingestudeerd samen met je klasgenoten. En vanaf dat moment ben ik er eigenlijk verslaafd aan. Vanaf dat moment wilde ik niks anders dan op een podium staan en mijn ding doen. Toen is het begonnen. Ik was een mannetje van een jaar of 12. Broodmager en super zenuwachtig. Eerste positie, tweede positie, derde. Ik zat in Kralingen op de balletmavo en we hadden aan het eind van het schooljaar uitvoering. Vierde positie, vijfde positie. Iedereen was er, wij stonden er acht in de kleedkamer, nagelbijtend te wachten tot we op mochten. En sindsdien, iedere keer wanneer ik hier weer op het podium sta, krijg ik dat gevoel weer van dat mannetje van 12 jaar. Ik ben Howard Komproe en dit is Mijn 010.